40.000 stekjes heeft boomkweker Marien Voorthuizen staan. Om die te beschermen tegen een verwoestende hagelbui, test hij een beweegbaar hagelnet. De eerste in Nederland. Dit is natuurlijk wel een, het is gewoon een bestaand uh, hagelnet. Alleen wij hebben de premieur uh, dat het open en dicht kan binnen 8 tot 10 minuten. En dat is nieuw. Acht jaar geleden verwoestte een hagelbui alle grote en kleine stekken van de boomkweker. En het eigen risico bij de verzekering is te duur. Eind deze week kan het testen met het beweegbare hagelnet beginnen. Dan is de eerste echte test en die zal best spannend zijn. Van, gaat hij dat houden? Gaat hij dat goed doen? Hebben we hem op tijd dicht? En ja, dat, is al, dat zal erop spannen.